Welkom bij de Peak Performance Podcast, de podcast voor winnaars. Mijn naam is Sanne van Paassen. Ik geloof erin dat jij tot nog meer in staat bent dan dat jij zelf nu denkt. In deze podcast interview ik inspirerende gasten en geef ik tips om structureel topprestaties te leveren. Hiervoor heb je een hoge energie nodig, die je met toewijding doelgericht inzet. Niet als een eendagsvlieg, maar juist keer op keer. En dat vraagt durf en lef. Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Come on and move your body now and feel the energy of life. Goedemorgen allemaal, goedemiddag, avond, net wanneer je deze podcast luistert. Tof dat je weer luistert. Hoe is het met je? Heb je een fijne dag alweer gehad? En ga je alweer met een positieve start de dag beginnen, of in ieder geval vervolgen, dat hoop ik in ieder geval. In ieder geval als je deze podcast hebt geluisterd. En waar ik het vandaag met jou over wil hebben, is een stukje spreken op een podium, spreken in het openbaar, jouw verhaal vertellen. Misschien volg je mij op social media en heb je gezien dat ik de afgelopen periode met enige regelmaat op een podium heb gestaan, eigenlijk behoorlijk structureel. Van een podium tot 300 man, tot gewoon voor een heel klein groepje spreken. Ik heb afgelopen periode ook heel veel verschillende workshops gegeven. Waar ik mensen letterlijk mee in beweging bracht. Is dat goed Nederlands? Maar in ieder geval dat ik mensen echt letterlijk in beweging kreeg. Dus ik heb echt heel veel mooie dingen gedaan. En ik weet dat een van mijn klanten aan mij vroeg me, Sanne, hoe doe je dat als je voor zo'n grote groep staat? Ik merk elke keer dat ik vol zenuwen zit. Wat kan ik van jou leren? En toen dacht ik, dit is volgens mij echt een topic waar veel meer mensen mee zitten. En ik merk dat ik van nature vrij makkelijk voor een groep praat. Ik vind het ook echt heel leuk om te doen. Dit heb ik natuurlijk ook mogen trainen. En dat vind ik het toffe ook weer aan het spreken openbaar. Weet je, wij zijn allemaal tot meer in staat dan dat we zelf denken. Ook jij bent tot nog meer in staat dan dat je zelf denkt. En dit stukje, het spreken in het openbaar, op het podium, jouw verhaal vertellen, dat is ook gewoon een stukje trainen. En aan de ene kant heel praktisch, gewoon het stukje het doen. Aan de andere kant is het ook je mentale voorbereiding trainen. Ik zie dat net als in de sport. Weet je, we kunnen fysiek allemaal heel erg hard trainen, heel goed verhalen hebben. Maar op het moment dat wij mentaal in de stress schieten, geen vertrouwen in onszelf hebben, paniek raken, wat er ook kan gebeuren, dan is die fysieke voorbereidingen, je verhaal goed in je hoofd hebben zitten, het doet teniet. Dus het is ook belangrijk om te weten hoe kan je je mentaal goed voorbereiden. Nou, ik ga je vandaag even een aantal dingen meenemen waar jij wellicht ook iets aan hebt. Aan de ene kant zal ik je meenemen, wat kan je doen op het moment dat je goed voorbereid bent? Dus dat je weet, ik mag mijn verhaal eens gaan vertellen. Hoe kan je dat goed voorbereiden? Maar aan de andere kant, ook, hoe kan jij voor een goed verhaal zorgen op het moment dat je niet goed voorbereid bent? Dus dat herkennen jullie natuurlijk ook allemaal wel. Dat je ergens in één keer wordt gevraagd van, vertel eens even, wat doe jij precies? Stel je even kort voor. En ik weet, dat heb ik vroeger ook gehad, dat op het moment dat jij, je bent met een groep van 10 man, op het moment dat je als achtste bent, dan heb je die andere 7 die voor jou gekomen niet eens gehoord wat die vertellen. En dat is natuurlijk zonde. Je hoort niet wat zij te vertellen hebben, wie zij zijn. Dus heeft de voorstelronde natuurlijk niet zoveel zin gehad. En aan de andere kant, ik zei net A, nu B dan. zit jezelf de zenuw bezig en maak je jezelf misschien wel onnodig druk. Maar laten we eerst eens zal ik je meenemen op het moment dat je goed voorbereid bent. Nou, ik heb afgelopen donderdag zelf een event georganiseerd. Zakelijk winnen zonder privé te verliezen. En dat was in de Veloshow. Ik had was een workshop waarin ik mensen ook echt in beweging bracht. In ieder geval mentaal gezien. En wat daarbij mij heel erg helpt om aan de ene kant goed voorbereid te zijn, is gewoon aan de ene kant gewoon die praktische voorbereiding goed zorgen. Klinkt heel simpel. Maar wat ik dus heb gedaan, is ik was echt veel te vroeg. Ik ben ook wel iemand die dingen last minute kan doen. Maar ik weet dat ik
echt, als ik gewoon goed voorbereid ben, dan kan er een kanon langs me afgeschoten worden en dan ben ik er gewoon. Dit was ook wat ik zelf had georganiseerd, dus was ook een stukje met werkboeken. En heel praktisch, zorg gewoon voor een goede voorbereidingstijd. Dat je ook als je er bent, dat je nog tijd hebt. Ik gebruikte in dit geval een PowerPoint, maar ik gebruik ook regelmatig geen PowerPoint. Wel misschien soms muziek. Maar op het moment dat ik daar ben, dat ik echt de tijd heb om de techniek te testen. Het is jammer om jouw talk, jouw speech in het water laten vallen omdat de techniek niet werkt. En ik kan je vertellen, techniek werkt altijd niet zoals je denkt dat het werkt. Ook al ben je heel technisch. Nou, weet je, ga er gewoon vanuit dat het niet werkt. Dan valt het altijd mee en dan heb je nog gewoon, als je tijd over hebt, tijd om te connecten met de bezoekers die in de zaal zitten. Of met degene die jou heeft uitgenodigd. Dus zorg voor die goede voorbereiding. Ga ervan uit dat de techniek nooit werkt. Dan heb je daar tijd en ruimte om dat in orde te maken. Dus dat is de voorbereiding. Maar die begint ook al thuis natuurlijk. Weet je, dit is heel praktisch. Maar thuis begint mijn voorbereiding. Ik weet heel vaak waar ik over ga spreken. Een bepaald thema. Maar vervolgens ga ik altijd nadenken. Oké, wie is mijn doelgroep? Wie zit er in de zaal? En welke taal spreekt mijn doelgroep? Vind ik echt enorm belangrijk. En met welke issues worstelt mijn doelgroep? Dus ik ga me echt inleven in, oké, wie zit er in de zaal? Wie is mijn doelgroep? Waarmee worstelen ze? Welke taal gebruiken ze? Wat ik ook regelmatig doe, als ik daar de kans voor heb, laat ik de mensen vooraf een vragenlijst invullen. Waarbij ik ook zie welke termen die mensen gebruiken. Dan zorg je voor extra connectie met het publiek. Maar dat kan ook door een goed kennismakingsgesprek te doen met degene die je uitnodigt. Die kan er vaak ook meer over vertellen. Maar ik vind het belangrijk om de taal van het publiek te spreken. En wat bedoel ik daarmee? Dat is wel een lastig voorbeeld. Maar wat ik daarmee bedoel is, ja, het is zonde als ik elke keer als we het in de sport gaan bekijken, demareren hebben en zij gebruiken het woord sprinten. Nou, ik noem maar iets, maar een klein voorbeeld. Maar het is fijn als je diezelfde taal als het publiek spreekt. En ook dat je weet welke problemen er spelen, zodat je daarop kan inzoomen. Vervolgens ga ik me nadenken, oké, wat met welk doel, wat is mijn hoofdboodschap van vandaag, van mijn speech? Wat is mijn hoofdboodschap? Die schrijf ik heel groot op. Dit is mijn hoofdboodschap. En vervolgens ga ik in blokjes mijn boodschap opschrijven. Dus wat ik doe, ik pak een karton of een stevig papier. En dan, als het ware, schrijf ik eerst thema op, het doel. En vervolgens ga ik als een soort van brainstorm, ga ik opschrijven, mijn begin begint hiermee. Dat is een kopje, schrijf ik een paar steekwoorden bij op. Vervolgens ga ik naar het volgende thema, schrijf ik een paar steekwoorden bij op. Dan weer het volgende thema met een paar steekwoorden. En zo ga ik heel mijn talk rond. En dat is heel mooi. Althans, ik vind het een hele fijne manier van werken. Ik schrijf niet mijn talk helemaal uit. Want dat is ook een stukje waar ik heel erg in geloof. Dat ik geloof dat de woorden komen die mogen komen. Dus bij het ene publiek merk ik dat ik meer op dit thema inzoom. En bij het andere publiek zoom ik daar meer op in. Maar ik weet wel welke thema's ik wil behandelen, als het ware. En dan weet ik ook de steekwoorden met welk verhaallijn ik wil gaan pakken. Dit is echt heel fijn, want dit zorgt er ook voor op het moment dat je dus gaat oefenen of gaat voorbereiden. Dan heb je die leidraad staan. En van daaruit ga je dus verder. En kijk, het kan zijn dat je dus als op het begin het fijn vindt om heel je speech uit te schrijven. Doe dat dan ook vooral. Maar breng het dan vervolgens terug naar zoiets. Dus dat je een paar thema's hebt die je wilt bespreken en steekwoorden. Dan heb je iets makkelijk wat je nog visueel kan maken en dat je er makkelijk van tevoren bij kan pakken. Oké, dit is wat ik ga doen. Dit is het gewoon. Keep it simple en ga het van daaruit doen. Dat helpt me heel erg in het vertellen van de boodschap. Wat ik wel altijd doe, is ik denk heel erg goed na, maar hier is bij mij ook nog mijn uitdaging in. Dus kijk, weet je, ik blijf mijzelf ook continu verbeteren met spreken. Ik vind het gewoon tof om te doen. Ik zie er net een sporten, dit mag ik trainen. En ik wil uiteindelijk een geweldige speech talk neerzetten. Wat ik doe, ik pak een sterk begin en een sterk einde maak ik. Dus ik weet precies hoe pak ik de zaal op begin.
mijn begin is ook altijd heel erg sterk, al zeg ik dat zelf. Ik probeer ook echt van, oké, nu sta ik er, ik ben mijn energie en bam, nu gaat het gebeuren. Mijn einde, daar ligt mijn aandachtspunt, daar mag ik nog meer in trainen. Dus hoe ik nog een sterker einde kan creëren. En ik ben daar op dit moment nu mee bezig dat ik dat iets met muziek mag gaan doen. Nou, je wil me absoluut niet horen zingen, maar ik lijkt me heel erg tof dat ik het publiek nog meer kan verrassen. En ik verras het publiek vaak al wel tot ik mensen letterlijk in beweging breng. Maar ik wil ook iets met muziek gaan doen. Daar ben ik nu op dit moment mee bezig. Hoe kan ik dat doen? Dus zorg voor een sterk begin en een sterk einde. Hoe wil je eindigen? En wat ik heel vaak doe... Jongens, ik heb veel verteld. Maar als ik je één tip mag geven... neem dit mee naar huis. En dan vertel ik mijn boodschap. Dus dan sluit ik als het ware echt heel concreet af. Van als ik één tip mag geven... onthoud dit dan. Dat werkt echt. Of dit was voor mij mijn grootste inzicht. Dat je in ieder geval een paar woorden van vooraf gebruikt... die het publiek doet laten luisteren dat ze nu op mogen gaan letten. Is echt heel erg sterk. Nou, daarnaast is ademen, rust op het podium heel erg belangrijk. Wat ik vroeger heel vaak deed, ik stap het podium op en ik begon meteen te ratelen. Nou, misschien merk je dat ook al door deze podcast. Ik ben behoorlijk enthousiast. Ik vind het ook gaaf. Weet je. Ik denk actie, hup, bam, dat ben ik. Maar ik weet ook dat als ik zo op het podium sta, dat dat voor een stukje onrust zorgt. En wat ik nu doe, op het moment dat ik begin, ga ik eerst rustig staan. Ik adem een keer bewust en dan begin ik. En ik merk, dat is voor mensen ook fijn, dat ik loop podium op. Ze kunnen mij even zien en ze zien ook iemand, oh, wat zal ze gaan vertellen? En dan begin ik pas. Dus zorg voor die rust. En ik adem bewust ook even. Ik zorg dat ik stevig sta. En van daaruit ga ik verder. En dat werkt echt zo mooi. En wat ik dus ook doe, voorafgaand... en pas had ik ook een presentatie waar ik heel lang moest wachten. Dat vond ik echt helemaal niet prettig. Daarnaast had ik ook de uitdaging dat ik in een beperkte tijd... mijn verhaal moest vertellen. Ik voelde dat als moeten. En dan ga ik van tevoren ook na van... joh, ik ga het visualiseren. Ik visualiseer van, oké, hoe zit die zaal er? Met welke vibe wil ik dat zij daar zitten? En hoe wil ik dat de boodschap overkomt? Hoe sta ik daar op het podium? Ga ik helemaal voelen hoe ik daar wil staan? En dan soms train ik zelfs, oké, ik merk dat ik spannend ben. Hoe ga ik die spanning omzetten? Waar ga ik op focussen? Nou, als je hier nieuwsgierig naar bent, ik heb daar een hele podcast over opgenomen. Kracht van visualiseren, dat is echt podcast nummer 1... Daarin leg ik je uit hoe je dat binnen de sport kan doen. Maar ik kan je vertellen, ook buiten het sporten is het visualiseren heel sterk. Dus ik gebruik het visualiseren ook. Hoe wil ik me daar op het podium staan? Hoe wil ik me daar voelen? Gewoon mezelf. En dat is ook het volgende wat je mee kan nemen. Wees authentiek. Dus ga voor jezelf na. Hoe kan ik het op mijn manier vertellen? Laat alles los van hoe andere mensen dat doen... Jij bent jij, ik ben ik. Ik vind het fijn. Ik sta heel vaak ook met foto's. Ik gebruik heel weinig slides. Vind ik helemaal niet fijn. Een foto vind ik meestal al wel genoeg. Dat vind ik wel leuk dat mensen iets laten zien. Maar ik vertel vooral. Maar op het moment dat jij denkt, ik wil wel zingen. Ik wil op mijn hoofd gaan staan. Nou, dat heb ik ook wel eens gedaan. Tijdens een presentatie op mijn hoofd staan. Maar doe het op jouw unieke manier. En dat is tof. Op het moment dat je jouw verhaal gaat vertellen op jouw manier, dicht bij jezelf blijven. En dat is wat ik dus ook heel vaak doe in workshopvormen. Ik blijf zo dicht bij mezelf dat ik vaak vanuit voorbeelden vanuit mij hen iets wil laten leren. Of inzichten wil geven. En dat is het toffe. En weet je, omdat mijn verhaal als het zo dicht bij mij ligt, kan ik heel erg dicht bij mezelf blijven. Dat is natuurlijk heel iets anders als je echt iets praktisch over iets concreets gaat vertellen. Dus besef ik me ook. Maar ga vooral voor jezelf na. Hoe kan ik het op mijn authentieke manier doen? En hoe kan ik er mijn verhaal van maken op mijn manier doen? En ik snap dat er bij jou kan komen van... shit, wat moet ik nu vertellen? Of dat je bang bent dat je de tekst kwijt bent. Maar geloof me één ding. Dat gebeurt mij ook. Maar wat ik het mooie vind op het moment dat je dit laat zien... Je bent mens en je mag het laten zien.
En ik weet van het publiek dat het publiek heel vaak zoiets heeft van... hij is ook maar een mens. Of zij is ook maar een mens. Bij haar kan het ook ooit fout gaan. En het is niet eens dat het fout gaat. Weet je, ik bedoel, dat hebben we allemaal. Dus ga eens voor jezelf na. Laat dat gewoon zien. Dat je de worm misschien wel kwijt bent. En gebruik dat moment om rust te nemen. Even goed te ademen. En dan weer verder te gaan. In plaats van dat je in paniek raakt. Want die woorden die komen wel. Geloof in jezelf. Dat op het moment dat jij een talk gaat geven. Dat jij datgene gaat vertellen wat jij mag vertellen. Dat is prima. Dat er af en toe rust in zit. En het is me nu al opgevallen. Terwijl ik deze podcast inneem. Ik doe het vanuit intuïtie. Vanuit mijn gevoel. Dat ik regelmatig zeg. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Maar ik heb het al regelmatig gehoord. En ik weet hoe dat komt. Nu zeg ik al langer en. Het komt omdat ik vrij snel praat. Maar wat jou kan helpen om te voorkomen om te zeggen. Jij hoort het nu al waarschijnlijk aan mij hoe ik praat. Is dat je iets rustiger gaat praten. Want dan zorg ervoor dat je tijd hebt om over na te denken wat je gaat vertellen. Op het moment dat je heel snel praat, dan weet je eigenlijk niet meer. Weet je, dan ben je sneller dan dat je... Sowieso is dat denk ik niet heel prettig om naar te luisteren. Kijk, maar dan, als je sneller praat, dan heb je geen nadenktijd. Dus ga langzamer praten, waardoor je dus de tijd hebt om over het volgende na te denken. En dat is denk ik een hele mooie voor jou. Dus dat je iets rustiger praat, waardoor je dus de ruimte krijgt om na te denken. Bij mij helpt dat heel erg. Ik zit zelf ook, dat is ook echt iedereen wat ik iedereen kan aanraden, bij een speechclub, want ik wil graag mijn speeches verbeteren. Bij Toastmasters zit ik en daar verbeter ik mijn speech. En dan mag ik bijvoorbeeld 7 minuten een gedeelte van mijn speech doen. Super tof. Dan tellen ze ook mijn us. En ik weet dat mijn speech van 7 minuten, als ik dat doe, bijna geen us bevat. 1 misschien. Dat vind ze heel erg weinig. Maar dan weet ik, dan sta ik op het podium en dan ben ik volle concentratie. Dan zit ik ook een andere vibe met publiek erbij dan dat ik nu zit. Dus besef jezelf ook op het moment dat je je speech gaat oefenen. Ik ben gewoon sterker op het podium. Dus besef bij jezelf op het moment dat je op het podium gaat staan. Dat je sterker bent. Dat je dan in één keer laat zien wat je wilt laten zien. En op het moment dat jij aan het oefenen bent, dat je weet en vertrouwen hebt van, joh, ik ben nu aan het oefenen. Dus je kan niet helemaal in die volle vibe, concentratie zitten. Dus dat is anders. Maar op het moment dat je jezelf voorbereidt, je hebt je gevisualiseerd, je hebt met je ademhaling afgesproken, je hebt een sterk begin en einde, je weet welke verhaallijn, met welke thema's je kan gaan vertellen. En als je dan nog voor die rust zorgt, dan ben je heel goed bezig en dan kan je het gewoon gaan doen. En wat dan nog een stukje is, ja, ik weet dat er vaak bij mensen mindfucks omhoog komen. Ja, maar wie ben ik als ik dan stilval? Dan is mijn advies nog altijd, en daar heb ik hier ook al eerder een podcast over opgenomen. Ga die mindfucks eens aankijken. Welke minder helpende gedachten heb ik? En hoe zou ik willen dat het zou zijn? Dus ga eens kijken dat je vast over jezelf na gaat denken. Hoe wil ik daar staan? En dat je alleen maar positief over jezelf praat op het moment op het podium staat. Want het helpt allemaal niet als je gaat denken, ja, ik val dan stil als kut. Nee, weet je, je kan beter bedenken, ik vind mijn verhaal. Als ik zorg voor die rust en die ademruimte neemt, en dat is prima, dan komt dat verhaal vanzelf. Ik mag op het podium vertellen wat ik te vertellen heb. Ga daar echt in geloven. En ga hier vervolgens mee experimenteren. En ga het podium ook pakken. Pak dat podium. Vertel je verhaal. Laat het gewoon zijn. Nou, dit zijn mijn tips voor op het moment dat jij voorbereid op het podium gaat staan. Natuurlijk heb je dit ook onvoorbereid. Dus dat je in één keer mag vertellen. Vertel eens even, wie ben je eigenlijk? Nou, daar zou ik sowieso, als ik jou was, ga dan misschien zo meteen nog doen. Maar eens even goed over nadenken. Wie ben ik? Hoe wil ik mezelf voorstellen? Dat je jezelf even kort maar krachtig pitcht. 1 minuut, 2 minuten. Wie ben je? Wat doe je? Waar sta je voor? Wat kom jij brengen? Want dit gaat jou regelmatig gevraagd worden. En het is gewoon fijn dat je dat klaar hebt. En toevallig had ik de afgelopen periode nog met een vriendin over. En zij is zoek
naar sponsoren. Maar misschien heb je een eigen bedrijf. Of misschien, nou, welke rol dan ook. Weet je, ook jij, ook al ben je niet commercieel. Iedereen mag min of meer zichzelf verkopen. En dat klinkt dan heel zwaar. Maar het is onderdeel van je personal branding. Dus jij hebt iets te brengen. En ook jij is belangrijk dat andere mensen gaan zeggen... Hey, het is leuk. Hiervoor moet je bij Klaasje zijn. Want Klaasje heb ik een keer gezien. En die, dat is zo'n leuk mens. Dus het is voor iedereen belangrijk dat je de beste versie van jezelf laat zien... als je jezelf voorstelt. En ga eens voor jezelf gewoon eens opschrijven. Wie ben je? Wat zijn je kernwaardes? Wat doe je? En wat kom je brengen? Wat heb je te brengen? En misschien is het ook wel leuk om iets over een van je hobby's te vertellen. Of waar je trots op bent. Of waar je naartoe aan trainen. Of wat je doel is. Of wat je side hustle is. Maar bedenk, wat wil je heel graag brengen en vertellen? En ik denk hier heel vaak over na. Als ik ook naar een netwerkevent ga. Of wat dan ook. En dan stel ik mezelf ook de vraag van, joh, hoe wil ik mezelf voorstellen en waar zal de ander wat aan hebben dat ik wat vertel? Ook om die connectie te maken. En ik vertel dan ook wel, niet puur business-wise, maar ook wel puur van, joh, welke hobby's of waar ik sportief gezien mee bezig ben. En dat mensen dat tof vinden om te horen. Dus denk voor jezelf sowieso over dat gedeelte na van, oké, waar ga ik heen? Hoe ga ik mezelf voorstellen? Dus dan heb je dat toch een stukje voorbereid. Ondanks dat het iets onvoorbereids is. Daarnaast is het belangrijk dat je tegen jezelf zegt... van je mag onvoorbereid iets vertellen. Dat je tegen jezelf zegt... joh, jij gaat gewoon datgene vertellen wat je vertellen hebt. Heb vertrouwen in dat die woorden er naar boven komen... die naar boven mogen komen. En op het moment dat dit lastig is... sta ook stil. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat is misschien wel... dat je de woorden niet weet. Nou, dat is helemaal niet zo erg. Weet je, dan neem je even rust, ga je naar je ademhaling toe. En dan laat je die weer komen. Of dan zeg je gewoon, joh, ik ben eigenlijk verrast dat ik even iets mag vertellen. Maar ik heb niks voorbereid. Dat haalt de druk van de ketel. Benoem het. Benoem wat je ervaart. Ik merk dat ik het best lastig vind zo onvoorbereid iets over mezelf te vertellen. Maar laat het toch een poging wagen. Ik ben... En dan begin je. En... ik weet uit ervaring, als je dit doet, dan is het druk van de ketel. Andere mensen die hebben precies van, oh, nou, dat heeft ze onvoorbereid gedaan. Nou, dat is best goed. Dus benoem wat je ervaart, zodat je kwetsbaar opstelt. Laat je mensen kan zien. Want wat jij ervaart, nou, ik coach ondertussen een hele mooie groep mensen. En ik weet gewoon dat er een grote groep mensen hier ook een uitdaging in zit. Mensen willen mensen zien. En ik heb pas ergens op het podium gestaan, of op een event op het podium staan waar een meisje sprak. En zij sprak over een heel gevoelig thema bij haarzelf. Over dat ze niet zwanger kon worden. En nou, het was gewoon waar. Ze zag gewoon dat ze heel veel emotie had. En zij ging op het podium staan en zij begon eigenlijk meteen te huilen. En ze was haar woorden kwijt. En nou, weet je, ik denk dat ze het een ramp vond zelf. Maar hoe ik dat heb ervaren was... wow, zij durft haar mensenkant te laten zien. Ze mag gewoon zijn wie ze is. En dat is prima. Ik vond het zo mooi dat ze gewoon kwetsbaar was. Dat ze dat ging staan. Dat ze ook liet zien van, joh, ik doe dit niet vaker. Maar ik doe het gewoon, weet je. En wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat je in tranen uitbarst. Maar ik kan je vertellen, dat is helemaal niet erg. En wat ik zelf de fout heel vaak heb gemaakt. Ik vertel heel vaak over een periode in mijn leven die voor mij heel erg heftig is geweest. En dat ziet er voor mij uit als een zwarte bladzijde in een boek. Je merkt het meteen, ik kan ook meteen zeggen, dat doet echt met mij iets. Weet je, ik merk gewoon, het is een periode geweest waar ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. Depressief kan ik het wel noemen. Nee, ik was heel zwaar geblesseerd, waardoor ik niet kon sporten destijds. Nou, als je misschien weet, ik heb als topsporter geleefd gehad, maar ik heb een periode te veel van mijn lichaam gevraagd gehad. Fysiek en mentaal, ik heb een universitaire opleiding gedaan. En dat was heel erg heftig en dat vertel ik heel vaak op het podium. En ik merkte dat ik altijd hier letterlijk en figuurlijk doorheen fiets. Dat doe ik nu ook wel, weet je, ik merk, ik ga niet in de details in. Daar zit deze podcast ook niet voor. Maar dit doe ik dus ook heel vaak op het podium. Omdat ik merk dat ik er emotioneel van word. Dus ik ga er automatisch, ga ik er van weg. En de laatste tijd heb ik me uitgedaagd om die emotie wel te laten zien. Want ik weet dat heel veel mensen zichzelf herkennen in wat ik daar heb meegemaakt. En mensen die willen ook gewoon zien
dat het wat met me doet. Dus ik zeg ook heel vaak op een podium, jongens, ik merk gewoon dat het wat doet. Na die periode is zo heftig voor mij geweest. Ik merk gewoon dat ik lastig vind om over die periode te praten. En ik weet dat ik heel vaak hier doorheen fiets. Letterlijk, dat ik heel snel door dit stukje heen ga. Maar ik daag me uit om jullie mee te nemen over dit verhaal. Dat benoem ik. Dus ik voel wat ik voel, benoem ik. En ik krijg heel vaak terug van dat mensen zeggen, Sanne, ik vind het knap dat je jouw gevoelens met ons deelt. En ik vind dat heel mooi. En nu hoor je aan mezelf ook, weet je, ik kom nu lager in energie te zitten. Dat hoor je ook als ik dit vertel. En dat is ook het mooie en het leuke voor de kijker om naar te luisteren. Dat ze zien van, oh, doet ook iets met diegene. Dus even opletten, wat gaat diegene vertellen? Dus laat het gewoon zien. En jij mag gewoon zijn hoe je bent. En die menselijke kant, dat voelt heel raar om dat te tonen. Ik vind het ook heel raar om die gevoelens aan anderen te tonen. Maar geloof me, dit willen mensen echt zien. Nou ja, ik heb al heel veel verteld. Dus op het moment dat je onvoorbereid bent, blijf dicht bij jezelf. Laat die gevoelens ook echt zien. Sta stil bij het feit van, joh, op het moment dat je op het podium gaat staan of jouw moment krijgt om te spreken, jij gaat datgene vertellen wat jij te vertellen hebt. Geloof er ook echt in. En ga eens eventjes voor jezelf na. Hoe wil ik me eigenlijk voorstellen dat ik op een mooie manier mezelf positioneer? En wil ik misschien nog wat leuke, toffe dingetjes vertellen in mijn introductie, waar andere mensen vervolgens op aan kunnen haken of misschien nog een leuk gesprek, hè, over kunnen hebben. Dus besef, ga dat ook een stukje voorbereiden. En wees lief voor jezelf, ga experimenteren, ga het gewoon doen. En ik geloof erin dat jij tot nog meer in staat bent dan dat je zelf denkt. En op het moment dat je op het podium hebt gestaan en jij bent gaan experimenteren met deze tips en tricks, laat het me even weten. Stuur even een foto van het moment en you go, girl, wil ik zeggen. Maar het zijn ook mannen natuurlijk die dit luisteren. You can do it. Ga dit gewoon doen en ik weet, jij kan een heel mooie talk neerzetten. Nou, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Let me know als je het inspirerend hebt gevonden. Als je iets aan deze tips hebt gehad, zou het me enorm helpen. Als jij een review achter wilt laten op iTunes, help me weer om andere mensen hiermee verder te kunnen inspireren. En mocht je nu zoiets hebben, want Sanne, joh, ik zou graag 1-op-1 met jou aan de slag willen. Voor de komende periode heb ik nog 1 plekje vrij. Dus let me know. En daarnaast heb ik ook nog andere mogelijkheden om met mij samen te werken. Ik ga een groepstraject starten. Dus dat zou wellicht ook echt iets voor jou kunnen zijn. Een groepstraject speciaal voor ondernemers en voor ambitieuze professionals. 2 losse trajecten. Dus let me know. Op het moment dat je hier nieuwsgierig naar bent, laten we even bellen. En ja, op het moment dat je voelt dat mijn energie iets met jou doet, twijfel niet te lang. We bellen even en wie weet wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik wil je een hele fijne dag toe wensen. Zet een lach op je gezicht. En geniet van deze mooie dag. Doei doei!